Ja, dames en heren, het is zover. Een diss track. En deze diss track gaat over onze favoriete advertentie-Chinees, Jiarwan. Oké, er is geen haat naar Jiarwan. Er is ook geen haat naar Chinees. Ik bedoel, ik ben gewoon chill met mensen die gewoon uit een andere regio komen. Maar hey, laat even een like achter. Kunnen we voor de 100 likes gaan? Vergeet het niet te abonneren. Zet het belletje aan. Jiarwan, you gonna raid it, man. Je zei je valt fiets af en zorgen doen wat je dus werknemen. Al je klanten kopen lessen, zijn ze nu dan ondernemer? Maakt alleen maar money door verkopen van je eigen lessen. Hun maken geen sales, zo slecht advies, nu zijn ze aan het stressen. Op TikTok gooi je ads, maar wie beïnvloedt je nou echt? Al die kids van af begrijpen niet van wat je zegt. Je geeft nu al die mensen slecht gevoel als hun dus willen werken. Daar is dus niks mis mee, maatschappij moeten wij dus versterken. Alles wat je wilt, maakt de maatschappij kapot. Als niemand meer een baan heeft, wordt de maatschappij gestopt. In ons land zitten wij goed en dat komt dus door die werknemers. Wij zijn is geen armland en dat heb jij dus nog niet begrepen. Oké, ik zeg je eerlijk, die vrijheid is wel chill. Alleen die advertenties worden mij nu veel te veel. Op Insta, TikTok, Facebook, YouTube, dit wordt veel te gek. Na een paar jaar zit je zonder doelen, dan ben jij dus wack. Ik heb geen lessen nodig om mijn eigen doelen dus te halen. Al die brainwashed people hebben geen plan en die zullen falen. Is dat nou hun schuld? Nee, dat is het zeker niet. Maar koop dan ook in masterclass als je het nou ook inziet. Huh? Wat? Zijn er maar een aantal plekken beschikbaar? Ik zie weer dezelfde boodschap voor een maand of zes. Maar word nu toch eens wakker, lieve Jiaru als studenten. Deze man geeft niks van jou, alleen maar onze fucking centen. Pizza bezorgen, kranten bezorgen, je lult nu uit je nek. Kom al man, stop daarmee, er komt niks zinnigs uit je bek. Ik geef toe, je bent rijker en daar is dus helemaal niks mee. Maar ga nou niet stoer doen, je bereikt dus helemaal niks, nee. Vacatino, ondernemer en hyptonist. Neem een masterclass aan jou, toekomst wordt vermist. Bedelen op tik voor de kindercentjes dan. Misbruik naïviteit, ik vind het maar zielig, man. Dit was het Dutch Jaruwan diss track. Vergeet ook niet te liken, vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Ik zou chill vinden als we 100 likes kunnen halen. Nogmaals, er is geen haat naar deze man. En neem het allemaal met je volgt, u zou deze diss track. Ik heb niks over oplichting gezegd, want ik weet natuurlijk niet of het zo is. Omdat ik niet kan oordelen, ga ik het ook niet in de video verwerken. Dan hoop ik jullie weer te zien in een nieuwe video. En dan sluit u bij de video af. Denk na voordat je iets koopt. Geen masterclass. Later, mensen.